Ja, het is een zakje gel dat bevat alcohol en 50 milligram testosteron. En dat smeer je op je buik of op je armen, op je schouders. En door je huid wordt het dan opgenomen. Ik heb zelf ervoor gekozen om langzaam te veranderen richting man, maar ook te kijken uit te proberen wat bij mij past en wat niet. Dus ik heb een tijdje geleefd als Lau, als genderqueer, zo van noem me geen zij, noem me geen hij, maar Lau. En uiteindelijk kwam het erop neer dat mensen dachten dat Lau de afkorting was van Laurens en dat ze mij hij gingen noemen. En dat voelde zo goed, dat ik, hoe mannelijker ik werd, hoe beter ik me voelde. Toen wist ik ook zeker dat ik daarmee door wilde gaan. Want je heette eerst dat je... Laura. Laura. Ik wil het liefst dat mensen mij leren kennen als Laurens, omdat dat is wie ik ben. Maar mocht er vragen over zijn, dan ben ik wel heel eerlijk over dat ik transgender ben. En dat schept meestal ook wel acceptatie. Als je er geheimzinnig over gaat doen, dat werkt niet. Ik ben op dit moment bezig met de hormoonbehandeling. En wat doet dat met je lichaam? De hormoonbehandeling die verandert je stem, die laat mijn stem lager worden. De vetverdeling in je lichaam verandert. Haargroei verandert ook, dus ik kan... over een paar jaar misschien een baard laten staan. En eigenlijk, ja, alle zichtbare mannelijke aspecten, die krijg ik nu ook. Maar vind je het heel gek als ik zeg dat ik helemaal geen meisje voor me zie nu? Nee, dat is niet zo gek. Dat hoor ik vaker. Maar waarom zou je dan die hormoonbehandeling dan nog willen? Omdat dat beter bij mij past dan wat ik nu ben. Dat je meer baard groeit? Ja, dat ik er mannelijker uit ga zien. Want dat is wie ik echt ben. Alleen dat... Dat zie je nu nog niet. Want je smeert nu een soort gel, wat is dat dan? Ja, dat is androgel. Dat zijn een soort zakjes met gel erin. Ja. Die smeer je iedere dag op je buik en op je schouders. En via je huid wordt dan testosteron opgenomen. En dat doe je nu al een maand? Dat doe ik nu bijna een maand. Bijna een maand. En wat merk je daar al van dan? Ik merk dat ik mijn stem wat makkelijker laag kan houden. Verder, ik heb wat meer energie. En ondanks dat ik niet meer kan trainen door een gebroken arm, is mijn spiermassa niet afgenomen. Omdat testosteron ervoor zorgt dat, ja, dat je meer spiermassa krijgt. Ja, 's ochtends de gel smeren, iedere ochtend douchen en die gel smeren. 10 minuten zonder shirt rond blijven lopen omdat het moet opdrogen. En ja, dat soort dingen. Het kost tijd, het kost ook geld. Met kans op bijwerkingen. Wat voor bijwerkingen dan? Is er nog risico dan? Ja, er zitten behoorlijk wat risico's aan testosteronbehandeling. Je geheugen kan achteruit gaan, migraineaanvallen kunnen opspelen, epilepsie kan opspelen. Je humeur kan snel omslaan, je kan sneller agressief worden. Je denkt minder goed na over of dingen slim zijn om te doen of niet. En ja, er zit veel aan vast. En je hebt er toch voor over? Ja. Ja, ook botontkalking en leverproblemen. Ja, het wordt allemaal goed in de gaten gehouden, gelukkig. Maar alles om man te zijn. Ja. Alles is beter dan dit.